Hey jongens, ik hoop dat alles goed gaat met iedereen en dat iedereen een hele leuke dag heeft gehad. Hey, het is alweer dinsdag, dus zijn we weer op de helft van onze werkweek. En dan weer lekker weekend, dus zet hem op jongens. We gaan er hard tegenaan en voor het weten is het weer vrijdagavond. Anyway, ik wil het even hebben over Toni Kroos. En Toni Kroos is een 34-jarige middenvelder uit Duitsland. En Toni Kroos gaat stoppen met voetballen. Hij heeft dat aangekondigd in zijn podcast. Hij gaat na het EK, dat wordt EK 2024 in Duitsland, wordt zijn laatste kunstje. Ontzettend jammer, want Toni Kroos vond ik altijd een geweldige voetballer, geweldige middenvelder. Ontzettend veel inzicht, veel passie voor de bal, goede passes, goede paasjes, veel assist, leider en winnaarsmentaliteit en vooral creatief. En het is misschien wel een van de meest succesvolle voetballers aller tijden. Want hij heeft al 5 keer de Champions League gewonnen. In 2014, 2016, 2017, 2018, 2022. En wellicht gaat hij 1 juni zijn 6e Champions League winnen. Door Borussia Dortmund te verslaan. Dus dat is een echt ongelofelijke cv wat die man heeft. Ontzettend veel bereikt en... hij is al jaren de steunpilaar bij Real Madrid. En dat is natuurlijk ontzettend knap, want Real Madrid is gewoon, hoe je het went, de grootste club van Europa. En misschien wel van de wereld. En je hebt Luka Modric en Dani Carvajal. En die hebben dat ook allemaal, die succes geboekt met dit Real Madrid. Dus die zijn ongeveer even succesvol als Toni Kroos is qua clubvoetbal. Dat is Toni Kroos die gaat stoppen. En hij is 34, dus... Ja, dan kan je zeggen van het is nog wel veel te jong, want er zat nog veel meer rek in. Hij had nog makkelijk 3-4 jaar door kunnen gaan. Maar aan de andere kant, Toni Kroos is wel een bijzondere voetballer. Want hij ging ook, in 2021 stopte hij ook als international van Duitsland. En dan dacht ik ook al bij mezelf, Toni, je bent nog maar 31. Waarom ga je nu alweer stoppen met voetballen voor je land? En daar heeft hij uitgebreid over verteld dat hij zich wilde focussen alleen op Real Madrid en op zijn gezin. Nou, dat zijn goede redenen. Toch keerde hij begin 2024 weer terug bij het Duitse elftal. Want hij heeft na een goed gesprek met Julian Nagelsmann, heeft hij de knoop doorgehakt. En heeft hij gezegd van ik ga nog wel een paar maanden door met het Duitse elftal en ik ga mee naar het EK. Dus en Julian Nagelsmann had ook zoiets van ik heb Toni Kroos nodig. Hij is de verbindende factor. Hij is dat laatste puzzelstukje dat ik nodig heb om Duitsland succes te brengen. En nu gaat Toni Kroos dus stoppen. En dat is heel jammer, want Toni Kroos is echt een speler waar je voor naar het stadion gaat of een voetbalwedstrijd kijkt. Want hij is gewoon een van de beste middenvelders aller tijden. En je moet nagaan, hij begon in 2007 op 17-jarige leeftijd bij Bayern München. En daar heeft hij 2007 tot 2014 heeft hij daar gevoetbald. 3 keer kampioen geworden. 3 keer kampioen van Duitsland geworden. En hij heeft natuurlijk in 2014 het WK gewonnen. Het wereldkampioenschap met Duitsland. Dus dat is ook iets wat op zijn palmares staat. En in 2014 vertrok hij naar Real Madrid. En dan mogen jullie raden... voor hoeveel geld, voor hoeveel euro hij van Bayern München naar Real Madrid ging in 2014. 5, 4, 3, 2, 1. Voor 25 miljoen euro. 25 miljoen euro. Kan je dat voorstellen in 2024 dat een speler als Toni Kroos voor 50 miljoen euro is op te halen? En om te bedenken dat Steven Bergwijn voor 31 miljoen euro is gehaald naar Ajax? Ongelooflijk, krankzinnig. De wereld is gek geworden, maar in ieder geval dat terzijde. Maar Toni Kroos is voor 50 miljoen euro toen naar Real Madrid gegaan. En hij voetbalt daar al 10 jaar. En al 10 jaar is hij een van de belangrijke factoren bij Real Madrid. Met Luka Modric, vroeger met Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Rafael Varane, Karim Benzema, Keylor Navas, Iker Casillas, Marcelo, je kan ze allemaal opnoemen. Er waren toch die toppers van Real Madrid vroeger. En Toni Kroos is gewoon iemand die ongelooflijk mooi palmares heeft. Die heeft zoveel gewonnen. En dan 4 keer kampioen worden in Spanje met Real Madrid. En dat is Cristiano Ronaldo maar 2 keer gelukt. Hè?
En Cristiano heeft daar 9 jaar gevoetbald. En is de all-time topscorer van Real Madrid. Maar ja, Toni Kroos is gewoon 4 keer kampioen van Spanje geworden. En ik ga ervan uit, en ik ben er ook wel van overtuigd, dat hij 1 juni gewoon zijn 6e Champions League gaat winnen, Toni Kroos. En dan staat hij met Dani Carvajal en Luka Modric, staat hij dan in de boeken als de spelers die het meeste de Champions League hebben gewonnen. Dus daarmee onderscheiden ze zich. En ik gun ze van harte. Ik vind Real Madrid ook echt een mooie club. En dat komt ook door spelers als Toni Kroos. En Toni Kroos, wat zo leuk is, Toni Kroos, hij heeft nu zijn eigen podcast. Hè, en daar heeft hij dus aangekondigd dat hij gaat stoppen na het EK van 2024. Dus juni wordt zijn laatste voetbalmaand. Ja, dat... Hij is altijd zichzelf gebleven. Het is altijd een beetje een familieman geweest. Die veel meer optrok met zijn kinderen dan dat hij voetbal echt heel belangrijk vond. En dat moet je ook na... Dan denk je van, oh, hij bagatelliseert het allemaal. Tijmen bagatelliseert het. Nee, Toni Kroos had gewoon een voetballeven naast zijn voetbalcarrière. En dat is gewoon, had gewoon nog een leven daarnaast. En dat is ook wel mooi. Dus daarom ging je ook stoppen op 31-jarige leeftijd bij het Duits elftal. En had hij zoiets van, ja, ik ga gewoon meer tijd vrijmaken voor mijn kinderen en voor mijn vrouw en voor Real Madrid. En dat heeft hij gewoon heel lang volgehouden. Uiteindelijk, ja, je kan denken bij jezelf, hij is 34, hij had nog 3 jaar door kunnen voetballen. Er zat nog zoveel rek in. En hij is nog steeds op zijn best. En dat is ook trouwens wat Toni Kroos ook wilde. Hè. Hij wilde stoppen op het hoogtepunt. Dus hij wilde echt stoppen aan het einde van zijn kunnen. Dus op het top van zijn kunnen wilde hij stoppen. Nou, dat is wel gelukt. Want hij is nog steeds heel belangrijk voor Real Madrid. Anyway, maar hij is 34 nu, hè? En dan zie je spelers als Luka Modric, die 39 wordt. En Cristiano Ronaldo, Messi, die allemaal nog doorvoetballen. Terwijl ze eind 30 zijn. Maar Toni Kroos heeft ook gewoon een carrière van 17 jaar gehad. Hè? Van 2007 tot 2024. Dus ik zou zeggen van... Toni, hartstikke bedankt voor die vele jaren die je ons plezier hebt gedaan. Je was een geweldig flamboyante voetballer. Met allemaal trucjes. En ja, je bent een van de beste middenvelders aller tijden. Dus helemaal mooi. Ik ga toch niet het filmpje kijken, dus ik kan... Ik kan een beetje overdrijven alsof je... Ik kan wel een beetje praten alsof je dit ook echt ziet. Maar anyway, ik weet dat Toni Kroos dit nooit zal zien hoor. Maar ja, ik wil Toni Kroos gewoon bedanken voor de vele jaren dat hij ons heel veel plezier heeft gebracht. En ja, het is gewoon een voetballer waar je voor naar het stadion gaat of voor gaat kijken. En ja, hij is zo belangrijk geweest voor Real Madrid, voor het Duits elftal, voor Bayern München in het verleden. En overal waar hij heeft gevoetbald was hij gewoon... Een van de beste. En ja, was hij gewoon de ster van het team. Nou, de ster van het team. Het is natuurlijk Cristiano Ronaldo geweest in het verleden. En ook Gareth Bale en Karim Benzema. Maar als middenvelder kon hij zichzelf echt onderscheiden. En het is gewoon een geweldige voetballer geweest. En nog steeds. En laten we hopen dat Toni Kroos gewoon het goed gaat doen op het EK. Niet ten koste van Nederland natuurlijk. Want Nederland moet natuurlijk kampioen worden. Dat weet ik ook wel. Maar laten we hopen dat hij gewoon in vorm is op het EK. En dat hij gewoon zoiets heeft van... dit is mijn laatste kunstje, dus ik ga gewoon alles geven. En ik ga nog even laten zien dat ik het kan. Net zoals Zinedine Zidane deed. Hè? Want weet je nog, Zinedine Zidane? Die komt uit 1972, stopte in 2006. Dus hij was 34 toen hij stopte met voetballen. Die was ook nog heel goed op zijn laatste WK. Toen tegen Italië, weet je, met Frankrijk tegen Italië speelde die ook geweldig. Met die kopstoot, weet je, dat was zijn laatste wedstrijd. Dat is eeuwig zonde dat zijn laatste wedstrijd is. Maar ook wel weer ironisch, weet je, dat zijn laatste wedstrijd was. Maar Zidane stopte ook op zijn 34ste. En ook op het hoogtepunt. Want Zidane die speelde ook nog bij Real Madrid op dat moment. Maar die had ook zoiets van, ja, ik vind het misschien minder leuk. En ik haal minder plezier uit. Dus ik ga gewoon stoppen na het WK van 2006. En dat deed hij dus ook. En eigenlijk is 34 is ook wel een mooie leeftijd. Dus, maar het is wel verrassend. Want ik had niet verwacht dat Toni Kroos zou stoppen na het seizoen. Want ik dacht dat hij nog wel 2 jaar door zou gaan bij Real Madrid. Maar ja, nogmaals, hij wil gewoon stoppen op het top van zijn kunnen. En daar heeft hij alle recht toe. Het was een geweldige voetballer. Het is een geweldige voetballer. En ik heb ontzettend veel plezier aan hem beleefd.
Wat is jullie mooiste herinnering van Toni Kroos? Of wat was zijn mooiste assist of zijn mooiste doelpunt? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat maar weten in de comments, jongens. Ik ben heel benieuwd. Bedankt voor het kijken van deze video. En tot bij de volgende, jongens. Later. Ciao, ciao. Doei, doei.